ik ben Hans Jager. Ik ben afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam in 1980 en in dat jaar ben ik ook als advocaat begonnen. Ik ben Pieter Boelens. Ik ben geboren in 1942. En ik heb rechten gestudeerd in Leiden en daar ben ik afgestudeerd in 1967. En daarna heeft het nog een hele tijd geduurd voordat ik advocaat werd. Carlo Everaert, afgestudeerd Rijksuniversiteit Utrecht, staats- en administratief recht. 1975, in datzelfde jaar begonnen als advocaat in Amsterdam. Ik ben Ted Badou. Ik heb gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Daar studeerde ik af in 1974. Ik ben beëdigd als advocaat op 11 februari 1977. Ik ben Gert-Jan van Andel. Ik heb aan de Vrije Universiteit gestudeerd. Daar heb ik vrij lang over gedaan. Net als mijn middelbare school trouwens, daar heb ik ook 8 jaar over gedaan. Toen ben ik in militaire dienst geweest en daarna ben ik gaan studeren. En tijdens mijn studie ben ik ook nog een aantal jaren uit de studie weg geweest. Omdat ik nog in de NCSV actief geweest ben, in allerlei functies. Waardoor ik 12 jaar over mijn studie gedaan heb. Ik ben Michiel Tjebbes. Ik ben nu 72 jaar, ik ben van 42, dus ik word nog 73 ook dit jaar. En ik ben in 1970 afgestudeerd, een beetje laat omdat ik eerst oude talen had gedaan, althans voor een paar jaar. Toen ben ik in 71 ben ik in de advocatuur terechtgekomen. Op een bepaald moment toen ik in de sociale unit bij Boekel werkte, kwam Carl langs en zei, zit je ook zo in je eentje vreemdelingenzaken te doen zonder dat je de steun van je kantoor kunt inroepen als je eerst met een moeilijk probleem zit? Ja, zei ik. En zullen we dan niet met een paar mensen regelmatig bij elkaar komen om het gemis aan directe collega's waar je binnen kunt lopen te compenseren. Dat is aldus is geschied. Kees Schenister, Ted Badou, Carl en ik zijn toen begonnen met, was het wekelijks? Ik weet niet meer. Het zal misschien ook wel 2 wekelijks zijn geweest. Bij elkaar te komen op wisselende locaties. En dan moesten we dan een deel uit het handboek van het toen nog nieuwe handboek van Bert Zwart over het Nederlandse vreemdelingenrecht te bestuderen en te bespreken. En dan konden we zaken aan elkaar voorleggen. En dat was heel leuk. En daar werd ook wel eens wat geserveerd om het bijeenkomen draaglijk te maken. En daar heeft Kees Schenister de werkgroep taart en gebak van gemaakt. En waarom was het taart en gebak? Wie te laat kwam, die moest het gebak meenemen, die moest de taart en gebak, die moest iets meenemen. Wij hadden gemeenschappelijk dat we allemaal eenlingen waren op kantoor. We waren namelijk de enige mensen die vreemdelingenrecht deden. En wij konden nooit onze vragen kwijt, ons verhaal kwijt. En zij konden nooit voor ons waarnemen als wij met vakantie waren. Dus daarom hebben we dat overleg gestart. 1 keer per week, dacht ik. Heb jij ook bij dat taart- en gebakoverleg gezeten? Nee, dat was, ik denk, Carl, Ted, Pieter en Sietske. Ja, en Kees, ja. Kees misschien ook, ja. Ik merkte op een gegeven moment, toen had ik bij Kees een eigen kamer op de Weteringsgans en ik merkte dat hij standaard, ik dacht elke week op vrijdagochtend, een vergadering in zijn agenda had staan en daar stond, dacht ik, taart en gebak bij. En ik weet dat dat een overleg was over het vreemdelingenrecht.
En ik kan me herinneren dat ik me er toen wel een beetje over verbaasde, omdat Kees volgens mij helemaal geen vreemdelingenrechtpraktijk had, of tenminste, het was maar een heel klein onderdeel van zijn praktijk. Maar ik heb hem daar verder ook nooit naar gevraagd van, goh, waarom doe je dat? Het werd pas heel actueel toen hij op een gegeven moment tegen mij zei van, ik ga met een aantal advocaten een nieuw kantoor beginnen. En toen begreep ik dat dat de taart- en gebak mensen waren. Dat waren natuurlijk allerlei, zeker omdat ik wat het vreemdelingenrecht betreft daar in mijn eentje zat, had je natuurlijk heel veel behoefte aan een kennisuitwisseling en zo. Dus wat jullie natuurlijk nu, wij natuurlijk bij Everaard altijd deden door elkaar even bij de kamer binnen te lopen, dat kon daar niet. Dus in die tijd, niemand had verstand van vreemdelingenrecht op dat kantoortje met die twee dames. Dus ik belde dan, of ik ging langs. Of ik. Zat je ook bij dat taart- en gebak overleg? Nee, dat was ik niet bij. Nou, op een bepaald moment zei Karel in het overleg, waarom maken we hier niet een kantoor van? Toen bleek iedereen daar eigenlijk heel enthousiast over te zijn. Toen we het kantoor begonnen, waren we dus met Karel, Pieter, Ted en ik. Ja, met z'n vieren. En Kees, met z'n vijven, ja. En een aantal van hen brachten secretaresses mee. Karel bracht Ineke van Heumen mee. Pieter, Lia Boomgaard. En Kees bracht twee secretaresses mee, Marijke Hersman, die later advocaat is geworden, en Anita Gewin. Op een bepaald moment heeft iemand voorgesteld om er een kantoor van te maken. Kun je iets vertellen over hoe dat tot stand kwam, dat idee, en hoe daar uitvoering aan werd gegeven? Het idee om het kantoor op te richten was, denk ik, van mij. Dat leid ik af uit het feit dat het Zenitzer en Everaard ging heten. Kees Zenitzer zou de kern van het kantoor vormen, omdat hij al een kantoor had. En een secretariaat. En een stagiaire, Hans Jager. Ted zat met een buitenpatroon. Dus die kon makkelijk inschuiven. En Pieter was toen al dik door zijn stage heen, dus die kon ook makkelijk overkomen. En nou, we waren nog niet begonnen of Michiel kwam erbij, die een tijdje in het buitenland had gezeten. Daarna, als ik mij niet vergis, was aangesloten bij een kantoor van twee dames en Gert-Jan kwam een stuk later. Ik weet niet meer wie het initiatief toen nam, maar ik kan het best geweest zijn. Nou, op een bepaald moment zei Karel in het overleg, waarom maken we hier niet een kantoor van? Toen bleek iedereen daar eigenlijk heel enthousiast over te zijn. Wat was in bij de oprichting van het kantoor de gedachte daarachter? De gedachte achter het nieuwe kantoor was rechtsbijstand verlenen op zo hoog mogelijk niveau aan vreemdelingen. Dus niet specifiek het vreemdelingenrecht, maar rechtsbijstand aan vreemdelingen. De vreemdelingen zou de hoofdmoot van onze praktijk worden. Dat, zeg maar, dat zogenaamd gespecialiseerde kantoor wat we hebben opgericht, dat is niet. We zijn dat niet begonnen, om te specialiseren in het vreemdelingenrecht. Nu zeggen we dat we daar dat is een ontwikkeling geweest. We zijn doelgroepgericht zijn we begonnen. Dat vind je ook terug in het in de Magna Carta van het kantoor. We richten onze doelgroep. Dat is, zeg maar, dat is de allochtone bevolking van Amsterdam. De allochtone bevolking van Amsterdam, dat zijn de Turken, dat zijn de Marokkanen. En
Dat zijn mensen die voor zeg maar, onze vorm van rechtshulp in aanmerking komen. Daar gaan we ons gespecialiseerd op richten. Wij zijn begonnen als een full-service kantoor voor vreemdelingen. Met een Turkse en een Marokkaanse secretaresse. En daarna kwam er een tolken- en vertaalbureau bij. En wij deden alles. Maar omdat er steeds meer vragen op het gebied van vreemdelingenrecht kwamen, werden die andere rechtsgebieden er langzaam maar zeker uitgeduwd. En wat, ja, wat het meeste voorkwam, dat was gezinshereniging, regularisatie. De ene een regularisatiegolf naar de andere. Een beetje ongewenst verklaring, een beetje verlengingen van verblijfsvergunningen. Maar dat viel allemaal nog reuze mee. En Europese Unie onderdanen hadden we al helemaal niet. Het was ook heel leuk om een pand te zoeken. We zijn natuurlijk uiteindelijk bij de Keizersgracht 410 terechtgekomen. Maar we hebben tal van andere mogelijkheden overwogen. En ik ben wel blij dat het de Keizersgracht is geworden. Ik vond het zelf een heel prettig kantoor. Maar het had een hele idiote indeling van veel te grote en veel te kleine kamers. En je moest voortdurend trap op, trap af om ergens te komen. Het was een pand wat gehuurd werd door een stichting. Die Surinamers en Antillianen hielp om van de drugs af te blijven, denk ik. In ieder geval, het was een groot rovershol. In de kelder vonden we een centimeter dikke laag paspoorten, identiteitspapieren, lege portefeuilles. En op zolder waande je tot aan je knieën door allerlei kledingstukken. Het was echt een puinhoop. En de verhuurder was ook heel blij dat wij het overnamen. En was daar al een soort van dynamiek in de zin dat sommige mensen zich met bepaalde dingen bezig hielden en anderen? Absoluut. Dat was natuurlijk een hele grote verscheidenheid. Iedereen had zo zijn hobby's en zijn dingen. Karel had eigenlijk van meet af aan dat hij zich nooit met dat asielgebeuren vond hij allemaal niks. En die deed dus wat we toen nog niet misschien noemden de reguliere praktijk, maar die deed gewoon vreemdelingenzaken in allerlei soorten en toonaarden. Maar niet, dacht ik ooit, misschien vergis ik me hoor, dat in het begin ook wel zelfs bij hem zo was, maar toch, als het al zo was, dan toch niet lang het asielgebeuren. Ik heb een nieuwe zaak, maar het is wel een toevoeging. Daar kan ik me heel boos over maken, want er is niks mis met die zaak. Het is een zaak als alle andere die gewoon gedaan moet worden. Als u het mij vraagt, dan zeg ik op persoonlijke titel en dus niets met kantoor te maken hebbend, dat ik blij ben dat we van de toevoegingspraktijk af zijn. Ten eerste zijn de opbrengst van de toevoegingen veel te laag. Daar kan je geen behoorlijk kantoor op draaien. Ja, kijk. Ik had het angstige gevoel dat als we zo door zouden gaan, op deze manier, dat we dan op zouden branden. Dat we dan de praktijk zouden verlaten, of de rechterlijke macht ingaan, of het bedrijfsleven ingaan. Anyway, ophouden met dit werk. En dat vond ik jammer, want ja, wij waren het enige kantoor in Nederland wat vreemdelingenrecht deed als enig rechtsgebied. De collectieven in Nederland en Amsterdam deden ook al vreemdelingenrecht.
Maar die deden daarnaast nog een hele hoop andere dingen. Ik op een zeker moment dacht ik, joh, waarom zeggen we gewoon niet aan die vreemdelingen, luister eens hier, u kunt kosteloze rechtsbijstand krijgen, maar niet bij ons. Er zijn zoveel advocaten waar u naartoe kunt gaan, doet u dat vooral. Maar er groeide binnen kantoor en dan met name bij Karl toch wel de wens om financieel wat ruimer te komen zitten, ook privé. Daar zijn toen heftige discussies over gevoerd, want dat zou betekenen dat we eigenlijk de sociale praktijk deels of volledig moesten inwisselen voor een betalende praktijk. Daar zijn toen discussies over gekomen. Met in mijn herinnering Karl aan de ene kant die de commerciële kant op wilde en Ted, Pieter, Michiel, Gert-Jan en ik aan de andere kant die toch vooral de sociale praktijk wilden blijven doen. Dat leidde ertoe dat Karl op een gegeven moment besloot om te vertrekken. Ik denk eind jaren 80 dat misschien was het eerder dat Karl naar voren bracht dat we ook betalende zaken over moeten gaan en dat we de omslag moeten maken met het kantoor om een betalende praktijk op te bouwen. Toen hebben Pieter, Ted en ik besloten om het bestuur van het kantoor na het vertrek van Karl voort te zetten. En wij zijn toen een ontwikkeling ingegaan naar een meer betalende praktijk, toch ook wel conform de ideeën van Karl, die er uiteindelijk toe hebben geleid dat we naar de Weteringschans zijn verhuisd en daar een commercieel kantoor zijn begonnen. Dus wat Karl aanvankelijk wilde en waar de rest nog wat tegensputterde, die richting zijn we dan uiteindelijk toch opgegaan. Karl had toen een van de rare notitie ook, dat hij een visioen had dat een hele dak van het huis weg was en dat die sneeuw en nou. Hij zag het niet meer zitten. En ook niet heel erg benoemd, maar gewoon ja, ik zie het niet meer zitten en ik stopte mee. En nou, daar brak natuurlijk wel een beetje paniek uit bij de overblijvers, want het was natuurlijk wel zo, zowel in de maatschappij als een kantoor, de maatschappij vergaderde bijna nooit, misschien één keer per jaar of zo. En kantoor vergaderde ook wel eens af en toe gewoon met z'n allen beneden in de keuken. En ja, zo'n vergadering was toch meestal dat Karl aan de menigte meedeelde hoe het financieel ging. Hè? En iedereen zat er dan bij te knikken en niemand die daar eigenlijk heel erg verder mee bezig was. En Karl was heel erg bezig. Karl deed ook de boekhouding op kantoor, deed Karl ook. En die wist dus in detail over alles wat financiën betreft. De rol van Karl is altijd eentje geweest van koers bepalend voor het kantoor. Dat is, zo staat het mij bij. En ook toen al. En ik weet ook niet eens meer hoe lang Karl afwezig is geweest. Het zal een klein jaar geweest zijn. Dat is niet heel lang. Maar in die tijd hebben we eigenlijk alles gedaan wat Karl niet voor elkaar kreeg. Kennelijk moet je soms ook gewoon even weglopen. En dan blijken dingen best te kunnen gebeuren. Nou, toen is dat besluit gevallen. We gaan een commercieel kantoor beginnen. Toen besloten we ook tegelijkertijd dat we dat op een andere plek moesten gaan doen. Niet meer op de Keizersgracht. Waarschijnlijk ook weer iets in de buurt van het Vondelpark. Bij elke verhuizing, kan ik me herinneren, hebben we wel gekeken of we niet zo'n mooi herenhuis bij het Vondelpark geschikt was. Ik kan me ook nog een pand herinneren aan de A10 bij de Amstelveense weg, daarbij het ijsbaanpad. Dat was een optie destijds. Maar uiteindelijk is het dus het peper- en zoutstel aan de Weteringschans geworden. Waarvan ik aanvankelijk dacht van, och, moeten we nu in dat
in dat foeilelijke gebouw gaan zitten, waar zoveel protest tegen was geweest, een aanslag tussen al die mooie oude pandjes aan de Weteringschans en het Rijksmuseum, en daar werden dan die twee hele lelijke gebouwen neergezet. Maar dat is het toch geworden, en achteraf gezien was dat natuurlijk een prima plek om te zitten, en heb ik dat ook altijd aan cliënten en anderen kunnen verkopen als het voorbeeld van het nieuwe modernisme. De Keizersgracht, daar kon je eigenlijk niet uitbreiden. Hè? Dat was de reden om bij de Keizersgracht weg te gaan. En Pepernzout was natuurlijk een prachtige verbreding van de basis, waardoor meer advocaten er konden komen. En waardoor ook de praktijk als zodanig verbreed werd. En dat was natuurlijk ook in de periode waarin de commerciële praktijk sterker ontwikkeld is. Is er een zaak uit de jaren 80 waarvan je zegt van nou, in je eigen praktijk, een vreemdelingenzaak waarvan je zegt van nou, die staat nog altijd bij, die was belangrijk of niet misschien omdat het een juridisch belangrijke zaak was, maar omdat de cliënt heel erg aansprak, kan van alles zijn. Ik ben al mijn zaken vergeten. Ik weet er niets meer van. Ja, de meest geruchtmakende zaak was de zaak van de Roemeen Roedaru. Alleen dat speelde al voor de verhuizing. Dat was nog op de Keizersgracht. Daar kan ik best wel wat over vertellen. Ja, misschien kennen mensen de casus nog wel, maar goed. Het was een Roemeense asielzoeker, afgewezen. Moest uitgezet worden via Schiphol. Dat ging een aantal keren mis. Toen was hij weer teruggebracht en uiteindelijk is hij met fors geweld uitgezet. En zo fors geweld dat hij toen in coma is geraakt. Hij is van Schiphol naar het VU-ziekenhuis gebracht. Politie ging mee, dachten op dat moment nog dat hij zich aanstelde om zich opnieuw aan de uitzetting te onttrekken. Maar het was heel ernstig. Dus toen hij uit de coma ontwaakte, toen bleek hij allerlei problemen te hebben als gevolg van te weinig zuurstof in de hersenen. Dus hij was spastisch. Hij is later in een rolstoel beland. De verblijfsvergunning was bij hem niet het probleem. Toen de zaak bij mij kwam, toen lag er eigenlijk al een toezegging dat hij een verblijfsvergunning zou krijgen. En ik ben toen ingeschakeld om schadevergoeding te regelen. En dat was nog de periode dat we niet alleen maar vreemdelingenrecht deden, maar ook nog wel aanhangende problemen. Dus ik heb toen de schadevergoeding geregeld. En daar kwam opeens heel veel publiciteit omheen. Ik werd opeens zoveel gebeld door kranten en televisies dat ik vroeg van wat is er aan de hand? Ja, u bent een 101, was toen het antwoord. En dat bleek te staan voor teletextpagina 101, waar alle actuele nieuwtjes op kwamen. En daar is dus heel veel pers bij gekomen en we hebben gelukkig de schadevergoeding goed kunnen regelen voor een mooi bedrag. Maar ja, die jongen was er zo slecht aan toe dat ik af en toe wel eens gedacht heb van goh, misschien had je beter kunnen overlijden bij deze uitzetting, want dan was deze ellende je bespaard gebleven.
Dat is een gedachte die je nauwelijks mag hebben, maar die is wel eens door mijn hoofd gegaan. De Zuid-Amerikaanse, Midden-Amerikaanse dames, doorgaans uit de Dominicaanse Republiek, maar ze kwamen ook uit Colombia bijvoorbeeld, die achter de ramen zaten in, in de Amsterdamse binnenstad. En aan de andere kant later krijg je, hè, dan krijg je de Jani-arrest van het Hof in Luxemburg, maar waar Gert-Jan natuurlijk de grote man van was. De Jani-zaak was heel interessant, want dat waren dus allemaal prostituees die uit de nieuwe lidstaten, Oost-Europese lidstaten kwamen, Polen, Tsjechië en zo. Daar hadden we dus een hele grote aantallen prostituees van. Ik bedoel, bijna alle prostituees in Amsterdam waren Tsjechisch, Pools of in ieder geval een van die, met name Pools en Tsjechisch. En kregen dus problemen met hun verblijf en met toestemming om te werken. En daar hebben wij bezwaarprocedures en beroepsprocedures voor ontwikkeld, waarbij aan de orde kwam dat door de overheid gezegd wordt, ja, zij mogen niet werken, want er is nog een overgangsperiode. Aan de andere kant stond dat zij als zelfstandigen werkten en dat was binnen de associatieovereenkomst met die Oost-Europese landen was dat juist vrijgesteld. Hè? De beperking ging over loondienst. En nou, daar ging het dus met name om. En ging het ook om of prostitutie of dat werk is. Nou, en de Jani-zaak, zeg maar, is daar een beetje van geabstraheerd langzaam. Als dat nog in de wetenschap geciteerd wordt, gaat het altijd over de vraag of iets als werk aangemerkt moet worden of in welke arbeidsverhoudingen werk in de zin van het EG-verdrag een rol speelt. Dus op die manier is toen besproken van ja, en dat is dus ook heel uitvoerig op die zitting in Luxemburg besproken, van ja, hoe gaat dat dan precies met die prostituees? Hoe doen ze dat dan? En als ze een pooier hebben, wat is de rol daarvan? Hoe regelen ze hun werk? Hoe gaan ze met hun klanten om als het om de financiën gaat en zo? Nou, dat soort. Het was erg leuk ook. En daar hebben we dus ook op die zitting hebben we daar nog heel lang een soort vraagspel over gehad. Uiteindelijk is dat allemaal rechtgebreid. Al die mensen hebben verblijfsvergunningen gekregen. Alleen de Maharishi moest zijn verblijfsvergunning, zoals alle medewerkers, zelf gaan ophalen. En nou is het probleem bij de Maharishi dat hij zo verheven is en zo in andere sferen verkeert, dat als hij geconfronteerd wordt met het aardse leven, om het zo maar te zeggen, dat hij dan besmet raakt daardoor. En dat leidt tot vreselijke onregelmatigheden in zijn leef en denk en patroon. Nou, het heeft heel veel moeite gekost om de vreemdelingendienst daarvan te overtuigen. Dat niet een kwestie van arrogantie was, maar dat gewoon, katholieke voorbeelden erbij gehaald van reliquieën en zo die achter glas zaten. En uiteindelijk, en dat was het grote voordeel van het lesgeven aan die vreemdelingendiensten. Ja, ze kenden mij wel, ja, ik heb les van u gehad. En toen zei hij, nou is goed, dan ga ik hem uitreiken aan die man. Ik zei, ja, maar u mag zelf ook, ik mag ook niet in zijn buurt komen. En u ook niet. Nee, maar dan zou hij aan de secretaris uitreiken. Maar dan wilde hij wel een foto hebben dat de secretaris hem aan de Maharishi gaf. Nou ja, dat was geen probleem natuurlijk. Dus zo hebben we dat een tijdje lang gedaan. Hij was waanzinnig.
Dus als ik iets tot het huidige kantoor zou mogen zeggen, dan is het allereerst probeer de allerbeste te zijn op je eigen vakgebied en te zorgen dat je niks mist. Zorg dat je daarop blijft studeren, dat je met elkaar heel scherp blijft. Kijk, zoals ik zo net al uiteengezet heb, maar kijk ook naar de wetenschappelijke kant van het recht, die misschien niet rechtstreeks toepasselijk lijkt. Verdiep je daarin, omdat het nieuwe invalshoeken bij je praktijkvoering kan opleveren. Probeer een beeld te houden van wat er in al die andere rechtsgebieden gebeurt, zodat je weet wanneer je misschien een andere deskundige in de arm moet houden. En blijf kritisch kijken naar je eigen grondslag. Vraag je steeds af of je nog op de goede weg zit en of het niet van belang is om een koerswijziging in te zetten. En dat is altijd het moeilijkste wat er is, probeer het toch, zou ik zeggen. Ja, je moet proberen betalende zaken te blijven doen. Want de kosteloze rechtsbijstand wordt steeds meer gesnoeid. Dus je moet creatief daarmee omgaan in die zin dat je met vaste tarieven gaat werken, lagere tarieven gaat werken. Je kan zelfs uitrekenen hoeveel je minimaal moet rekenen om kostendekkend te zijn. Niet meer dan dat, maar kostendekkend. Kijk, onder kostendekkend, dat kan niet. Maar kostendekkend vooruit, dat mag je een aantal keren per jaar doen. Als je dan maar wel zaken doet die het ruimschoots opbrengen. Maar dat hele inburgering gedoe, dat levert misschien klanten op. Nationaliteit, voogdij, of hoe heet dat, adoptie. De dingen die een vreemdelingrechtelijke component hebben. Nou ja, in ieder geval de vakkennis. En volgens mij schort het daar niet aan op kantoor. Ik denk dat de vakkennis van kantoor nog steeds op een zeer hoog niveau staat. Ik weet het niet zeker, maar ik zou me kunnen voorstellen iets meer durf. Ik kan me uit mijn eigen praktijkontwikkeling herinneren dat ik vroeger eigenlijk alleen maar in problemen dacht. Dus er komt een klant bij je en het eerste wat je denkt is, oh god, dit is moeilijk, dat is moeilijk, zus wordt een probleem. En dat breng je dan ook over naar die klant. Dat is niet goed, dat moet je niet doen. Je moet die klant het volste vertrouwen in je geven. En zeker niet gaan vertellen hoe moeilijk het allemaal is. Je mag wel zeggen, nou, er zitten wel wat beren op de weg, maar die jagen we wel weg. He, dat zo in die trant. Want anders dan schaadt je meteen het vertrouwen. En zeker met die assertieve klanten van heden anonu. Dus dat moet je in de gaten houden. En verder moet je die kennis ook naar buiten brengen. Interviews. Als je gebeld werd door een radioprogramma, doen. Als je geïnterviewd wordt door een krant, doen. Meteen overal inspringen. Je moet je echt verbinden op de inhoud. En dat betekent dat je, en op die inhoud moet je visie ontwikkelen. Je moet een visie op de wereld hebben. En je moet een visie hebben op en je moet je op een bepaalde manier geëngageerd zijn met, zeg maar, het meest bepalende gebeuren in de wereld van nu en in de komende decennia. En dat is migratie. Ik bedoel, er is in feite al een volksverhuizing aan de gang in de vorm van migratiestromen sinds het begin van onze jaartelling. En die is eigenlijk voor wat betreft Europa, is die steeds aanwezig. Is altijd aanwezig. Panterij. Weet je wel, die migratie is altijd aanwezig. En ik denk niet, zeg maar, dat ik een vertroebeld beeld heb door de actualiteit van nu. Wanneer ik zeg dat het zich doorzet en dat dit doorgaat. En
dat je dus wanneer je je bezighoudt in termen van rechtsbedeling met migratie, dat je daar iets mee moet hebben. Dat je daar een bepaald gevoel bij moet hebben, een bepaald idee bij moet hebben. Dat heeft niet alleen maar te maken met het puur juridische. Maar je moet een visie hebben, je moet een bepaald wereldbeeld hebben. En daar speelt die migratie zeg maar een allesbepalende rol in. En daarin maak je dan, snap je, dat is je manier om je te verhouden tot die wereld waarin jij als professional werkt. En als je dat met elkaar kunt delen, dan hoef je niet eens zeg maar, dat helemaal met elkaar eens te zijn, maar daar moet je op betrokken zijn met elkaar. Daar moet je op betrokken zijn met elkaar. Dan kun je zo'n specialisme blijven beoefenen. Wat zou de maatschappij de komende jaren vooral wel en vooral niet moeten doen om zeg maar binnen de gewenste ontwikkeling te blijven? Ik vind het moeilijk om daar wat over te zeggen. Dat is natuurlijk toch aan iedereen om daar zelf invulling aan te geven. En hoe dat precies zou moeten gaan, weet ik eigenlijk niet. Wat ik wel bespeur, is dat er toch bij veel advocaten de neiging bestaat om heel erg op juridisch inhoudelijke kanten te focussen. En zoals bijvoorbeeld bij de recente discussie over nieuwe advocaten, dat dan gezegd wordt van ja, maar dat is een hele, dat is een briljante jurist of zo, of een goed bekendstaande jurist. Ik denk van nou, dat zal best waar zijn. Maar A, we hebben dus al heel briljante juristen in huis, vind ik. Ik vind dat we dus ook wat de jonge lui betreft eigenlijk zeer goed voorzien zijn wat betreft hoogstaande juristen waar we mee voor de dag kunnen komen. En dat het punt waar je heel erg op moet blijven letten is dat je praktijkvoering en je bedrijfsvoering ook in beeld houdt. En dus niet, dat is een heel moeilijk punt om te zorgen dat je, we hebben natuurlijk gekozen voor een kantoor wat een commerciële praktijk heeft. Dat ligt niet voor de hand binnen het vreemdelingenrecht. En wat dat betreft zijn we eigenlijk een van de weinigen. We hebben natuurlijk tegenwoordig wel wat concurrentie gekregen met een paar nieuwe kantoren waar dat min of meer op dezelfde manier beoefend wordt, of nog iets commerciëler. Maar het ligt niet heel erg voor de hand, omdat je, zeker als het gaat om de sociale kant, juist geneigd bent om dat een beetje over het hoofd te zien. En als je het kantoor op lange duur voortbestaan wil geven, denk ik dat je moet zorgen dat met name de zakelijke kant van het kantoor, sterk blijft of versterkt wordt en dat daar veel aandacht naar gaat. Het idee dat je, dat was van begin af aan natuurlijk de opzet en is het denk ik nog steeds dat je speciaal voor de groep, de cliëntengroep waar het kantoor van begin af aan altijd op heeft gemikt, de buitenlanders, dat je daar speciaal voor bent. Dat je die mensen, dat je die en anderen niet tot je klandizie rekent. En dat je dan daar bovendien voor zorgt dat je de naam krijgt en probeert te behouden. Dat je dat op zo'n excellente wijze doet, dat mensen blijven komen. En dat ze ook, dat je ondanks de concurrentie die er oorspronkelijk eigenlijk niet was, of heel weinig, en allengs groeide en nu geloof ik toch wel wat lastiger wordt,
dat je die concurrentie nog steeds aan kunt. En dat je, dat je laat zien dat je een bijzonder kantoor was en blijft. De advocaten bij Everaard hebben allemaal feeling voor het vreemdelingenrecht. Hebben allemaal de instelling dat we op zo hoog mogelijk niveau rechtsbijstand moeten verlenen. En dat we goede contacten moeten hebben met de bestuursorganen, met de rechterlijke macht, om het beste resultaat voor je cliënten te behalen. Ik denk dat ons dat onderscheidt van een aantal anderen. Over een aantal jaren, ja, dan zijn de Founding Fathers, zoals ze nu genoemd worden, die zijn dan vertrokken. Over 5 jaar hoop ik er net nog heel even te zijn, maar dat zal niet al te lang meer zijn, denk ik. Dan zitten er nieuwe mensen en ik weet niet of er dan nog steeds voldoende animo is, ook voor de gefinancierde rechtsbijstand. Ik hoop het wel. Ik heb daar altijd voor gevochten en ik zou dat jammer vinden als dat verdwijnt. Een andere ontwikkeling die we in de loop der tijd wel hebben gezien. We zijn begonnen met een klein clubje met voor mij in ieder geval als achterliggende gedachte van, en dit is waar we onze carrière gaan uitoefenen totdat we met pensioen gaan. En in de loop der tijd hebben we kunnen zien dat er mensen zijn gekomen die waarvan het werken bij Everaard gewoon een onderdeel is van hun carrière en daarna nemen ze weer een andere stap. Wij zijn begonnen als mensen die 5 dagen per week werkten en nu zie je dat het merendeel van de advocaten ook 4. Dus er zijn allerlei ontwikkelingen gaande en dat zal gewoon doorgaan, deels ten goede en deels ten slechte. Maar ik hoop dat het kantoor nog heel lang zal kunnen blijven voortbestaan. We'll be right back.